Heb je dit al in beeld? Het whiskylied? Ja, als ik even melk ga halen en jullie stoten niet tegen de tafel aan, dan gaat het zo ook best, denk ik. Ja hoor, of anders kan Jimmy even zelf de microfoon vasthouden. Hoewel het van de vakbond niet mag. Nee, dat denk ik ook niet. Het whiskylied, eerste hitsingle van... Eerste hitsingle, maar dat is niet de eerste single. Nee, dat klopt. Daarvoor is nog een singeltje gemaakt. Eveneens geschreven door Nico Haken met Polle Eduard. Alias A. Lopeke Waard, zoals zijn pseudoniem luidde. Ik wil ze graag in mijn leven. Daarvan zijn er ongeveer 80 verkocht. Nico was nogal nerveus in de studio bij zijn eerste opname. Single, of de opname werd eigenlijk afgekeurd, maar het singeltje werd toch uitgebracht. Hij was erheen getroond door Martin Stoelinga. Dat was destijds de manager van After Tea, rockgroep, Delftse rockgroep. En de melk voor de koffie. Kunt u Nico haar? Ja. Met je hele stieke beentjes. Ja. Hij is al een tijdje dood, man. Maar wat was dat voor man, Nico Haak? Ja, ik vond het een aardige vent. Ja. Een beetje grappenmaker, hè. En, ja, een beetje strooie hoed. Ja. Hij houdt niet van Hollandse muziek. Nee. Hij wordt er doodziek van. Je zei dat hij in Delfshaven had gewoond. Zei je dat op Delft? Nee, Delfshaven. Komt hij er van wij. Komt hij eraan. Hé, dan zie je ons misschien een keer op YouTube staan. Ja, die kans gaf ik wel aanwezig. Hé, Adrien Berry staat op YouTube. Ja. Dat heeft hij ook een zaag gehad. Is dat niet een andere Nico? Nee. Met je fokje volkstrot. Ja, ik vraag het aan die meneer hoor. Ik luister. Ik hoor het. Een automonteur. Ja, dat was een moeder. Nee, hij heeft een jongen naam. Dat was haar. Hey, dit is het jaar van de whisky. En dit is een lekker goed jaar. Dit is het jaar van de whisky. We drinken een fles met elkaar. Bent u beroemd? Nou, beroemd. En kent u Jimmy Tigges? Nee. Van naam in ieder geval niet. Heeft ook een boek geschreven. Oh. Over Delftse artiesten. Waar wordt het uitgezonden? Waar zenden jullie uit? Hebben jullie nog meer gekken in de opname vanavond? Nico Haak, ja, dat zegt me heel veel, ja. Dat is die man van die armband. Van die magnetische armband. Hier staat zijn manager, zijn oud-manager, Martin Stoelinga, is toevallig aanwezig. Toevallig dat we jou hier naar binnen zagen lopen. Oh, zagen we hier naar binnen lopen? Ja. Ja, ik moest met die meneer, nou, daar schiet je niet veel meer op, maar... Heb jij dit boek? Ja. Heb jij dat? Ja. Jij hebt Nico Haak ontdekt, ja. Ontdekt? Ja. Je lag onder je auto als ik Ja, dat heb je laatst gevraagd, he, waar dat was. Was in Delfgauw. Ja, maar hoe ging dat? Hij was auto's En ik had net een aanrijding gehad met mijn Rover. Ja. Oude Rover had ik, zo'n grote grill, weet je wel. En nou, dan ging hij spuiten. Toen lag hij daar lekker te zingen onder die auto. En ik zei, Nick, ik zeg... Ik was natuurlijk net manager geworden van After Tea. Ja. Ik denk, nou, Nick, dat is leuk, man. We gaan van jou een plaat opnemen. Hij, jij met je gekke verhaal altijd. Nou, zo doen ze eigenlijk gekomen. Hij was al in de 30 volgens mij. Hij was in de 30. Hij was ooit eens heeft hij een concoursje meegedaan met kunstfluiten. Toen kon hij goed. Hij kon goed kunstfluiten. Dat is hij eigenlijk. Heeft hij ooit eens mee meegedaan met een concoursje. Maar meer ook niet hoor. Het was geen. Maar het is toch wel een grote jongen geworden in de muziek. Hè? Maar wat voor man was het, Nico? Ik vond Nico een gezellige gozer. Ik heb altijd wel met hem gelachen. Alleen op een gegeven moment werd hij een beetje een artiest. En toen ging hij een beetje snel naast zijn schoenen lopen. Ja? En ik denk dat hij dat niet had moeten doen. Hij had toen de tijd, vind ik persoonlijk, hij had niet zo dik op moeten trekken met die met dingetje. Met die, met zijn vriend die ook ooggestorven is. Ja, namen joh. Zijn vriend. Die overleden is. Ja. Die grote zanger, de Amsterdammer. He, verdorie man, die niet stom. Ja, Johnny Jordaan. Maar weet toch alles? Nee, grote Amsterdammer? Ja joh. Hoe heet hij nou? Die... Maar groot qua lang of Nee joh, ook zo'n typetje als Nico. Je bedoelt niet André Hazes? André Hazes, ja. Hé, hey, godverdorie, mondig. Hey, maar toen... Maar toen, eigenlijk, toen is hij met André opgetrokken en toen is hij eigenlijk naar de verkeerde kant gegaan. Ja? Ja, toen zijn ze toch... Toen gingen ze te veel drinken en ook een beetje gebruiken. En toen is het... Dit wordt toch zeker geknipt, hè, allemaal. Want ik kan alleen niet in het uitzenden. Dit soort dingen gaan er wel uit, ja. Hij heeft ook wel een klap gehad van zijn zoontje natuurlijk, die overleden was. Ja. Toen was ze weg met dat oud van de bruggetje af, ongeluk.
Nou, en ik zie met zijn broer, die is hier nog altijd. Die komt hier ook veel. Ja? Dikkie, ja. Ja. Dikkie Haak. Maar daarnet beweerde iemand dat Nico Haak uit Delfshaven komt. Nee hoor, echt een wippeljongen. Echt een wippeljongen, de Koloniestraat. Daar is hij ook geboren volgens mij zelfs. Nee, hij is geboren in de Bossenstraat. Ah. Bossenstraat, daar is hij geboren. Maar wel in Delft? Wel een echte, ja, hij was echt in Delft. Vroeger deed hij karten, hè? Karten door de straten. Ja? Qua jongens streken, karten met een gangetje van 30 kilometer met zo'n oud bronding. Ja. Dat deed hij dan, deed hij ook wedstrijden mee. Ja. Moet je wat drinken? Nee, ik heb de hele middag al zitten drinken. Maar ja, het is een unieke. Ik vind ook dat hier. Hebben we een paar keer aangemeld hierom. Ik vind dat Nico een straat verdient in Delft. Ze hebben daar zo'n prachtige mooie wijk, Harnerspolder. Dat had een muziekbuurt moeten zijn voor de Delftse artiesten. Ja, dat proberen we nog steeds. We zijn er steeds mee bezig en ik vind dat Nico dat echt verdient.